Burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg heeft ruzie met de Syrische imam Ahmed Salam. De burgemeester heeft imam zelfs laten weten dat hij niet in Nederland thuis hoort. Volgens bronnen van het Brabants Dagblad zou Vreeman zich geërgerd hebben aan twee uitspraken van de imam. Breng de Nederlandse staat schade toe en betaal geen belasting. En wees bewust dat de ongelovigen de islam iets aan willen doen en handel daarnaar. Imam Salam. Hij krijgt landelijke bekendheid als hij weigert minister Verdonk de hand te schudden. Met alle respect, maar dan mag ik niet hand met de vrouw geven. Een vrouw de hand geven, zoiets zal de Tilburgse imam nooit doen. Onze profeet doet hij niet. En zegt hij dat is, ook mensen hoeven niet hand aan vrouwen geven. Imam Salam hoort tot een groep uiterst conservatieve moslims, de salafisten. Zij vinden bijvoorbeeld ook dat vrouwen zich niet mogen opmaken. En nu weer zou hij zijn gelovigen hebben opgeroepen om geen belasting te betalen, om zo de Nederlandse staat schade toe te brengen. Deze man hoort volgens burgemeester Vreeman niet in Nederland thuis. Maar uitzetten kan niet. De imam heeft een Nederlands paspoort. En de kans dat hij van opvatting verandert, die kans is niet groot. Ik ga erover praten met Henk Kam, woordvoerder integratie en immigratie van de VVD. Wat vindt u van de aanpak van burgemeester Vreeman? Vreeman doet dus goed. Integratiebeleid, dat doe je in de gemeente. Je moet zelf in de gemeente zorgen dat de mensen met elkaar kunnen leven en zich ook zo gedragen. En als er iemand is die dat in de weg staat, zoals deze imam, die al een aantal jaren bezig is, dan is het heel verstandig om die man kritisch te volgen. Maar ook om tegen hem te zeggen, wat doe je eigenlijk hier? Je bent naar Nederland gekomen, je hebt gezegd dat je Nederlander wil worden, maar je gedraagt je niet als zodanig en je zet je af tegen die samenleving. Ga toch weer weg. Ja, maar hij doet dus een oproep om het land te verlaten en die man heeft nou eenmaal een Nederlands paspoort. Dat is een beetje raar. Ja, het is een beetje raar dat zo'n man het Nederlands paspoort heeft. Maar goed, dat heeft hij. Ja, het is, ik denk dat het eigenlijk een soort schijnhandeling van hem is geweest. Hè. Hij heeft gezegd dat hij Nederlander wilde worden. Maar vanaf het moment dat hij het is, zet hij zich af tegen die samenleving. En staat hij ook de integratie van anderen in de weg. En dat is erg kwalijk. Want we hebben natuurlijk een grote groep mensen met een moslimachtergrond die niet goed geïntegreerd zijn, waar we erg aan trekken om die te helpen. Hij trekt de andere kant op. Namelijk, hij probeert zich af te laten zetten tegen de Nederlandse samenleving. Zich af te laten keren van die samenleving. Op zichzelf te laten richten. Ja, en zo'n man is eigenlijk een bedreiging voor onze samenleving. Maar goed, als hij een bedreiging zou zijn voor onze samenleving, dan zou je zeggen, klaag hem aan, laat het OM zijn werk doen. Ja, het OM kan zijn werk doen als je echt strafrechtelijk bewijs hebt dat iemand haat aan het zaaien is of dat iemand tot geweld oproept. Blijkbaar niet dus. Maar ik vind dat eigenlijk dat die eisen te hoog liggen. Ik denk dat als je integratie tegenwerkt of als je integratie in de weg staat of als je uiteindelijk door je optreden een bedreiging ook bent voor de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse veiligheid, in zo'n geval moet je ook moeten tegen je opgetreden kunnen worden. Maar bedoelt u daarmee dat als je integratie in de weg staat, dat dat strafbaar zou moeten zijn? Ja, ik vind het heel belangrijk dat waar wij een grote groep mensen hebben die nog niet geïntegreerd zijn, waar we erg veel moeite voor moeten doen, dat als mensen dat bewust in de weg staan, dat er tegen die mensen opgetreden kan worden. En als we alleen maar strafrechtelijke dingen hebben, dat als we dat hard kunnen bewijzen, dan kunnen we iets doen en anders niets, ja, dan hebben we geen goed pakket van maatregelen. Ik denk dat we een breder pakket van maatregelen nodig hebben om tegen dit soort mensen te kunnen optreden. Maar hoe doe je dat dan? Want je kan je ook voorstellen dat iemand van jongs af aan een Nederlands paspoort heeft, ook integratie in de weg staat. Ik bedoel, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat aanpakken? Ja, maar je kunt natuurlijk voor iedere oplossing kun je een probleem bedenken, maar we zitten ermee nou, dat er... Ik vraag naar de oplossing. Hoe doe je het? We zitten ermee dat een grote groep mensen niet geïntegreerd is en daar moeten we erg veel moeite voor doen en we kunnen niet hebben dat een deel van de mensen zoals deze imam, dat die eigenlijk bewust tegen zit te werken en probeert de Nederlandse samenleving uiteen te spelen. Dus het wettelijk instrumentarium moet veranderd worden? Ik vind dat je het wettelijke instrumentarium, dat moet ruimer worden. Je moet, als deze mensen optreden in moskeeën, moet je die moskeeën kunnen sluiten. Je moet hen ook kunnen verbieden om het woord te voeren op de manier zoals ze dat doen. Je moet ook als ze niet iets doen wat op dit moment strafrechtelijk hard genoeg is, maar wat wel de verkeerde kant op gaat, daar moet je ook tegenop kunnen treden. Ik vind dat je ook als ze een
Nederlandse nationaliteit hebben, die ze kennelijk als een soort schijnhandeling verworven hebben, dat je daar tegen op moet kunnen treden. Je moet ze die nationaliteit alsnog af kunnen pakken. Dus ik denk dat we de druk op dit soort mensen moeten kunnen opvoeren. Maar u zegt, als ze optreden in een moskee, dan moet je die moskee kunnen sluiten. Hoe verhoudt zich dat dan met het grondrecht in Nederland, vrijheid van godsdienst? Maar je moet er toch niet aan denken dat onze grondrechten bij dit soort mensen in handen komen? Daar gaat het niet om. Het gaat erom, we hebben die grondrechten. Ja. Daar zijn wij volgens mij blij mee en trots op. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Maar dat houdt ook in dat je weerbaar moet zijn. Je moet die grondrechten verdedigen. En dat houdt in dat als dit soort mensen, die een bedreiging zijn voor die grondrechten, als je die hun gang laat gaan, dan kom je niet op voor de vrijheid van godsdienst en niet voor de vrijheid van meningsuiting, maar dan breng je dat uiteindelijk in gevaar. Dus ik denk dat die grondrechten ook inhouden dat we vanaf het begin mensen die die grondrechten bedreigen, dat je die tijdig corrigeert. En dit is een van de mensen, hij is niet de enige, er zijn er meer, een van die mensen die echt correctie behoeven. Maar dat betekent dus ook dat we eerst de wet moeten veranderen. We zullen een aantal wetten moeten aanpassen. We zullen wetten ruimer moeten gebruiken. We zullen als overheid in Nederland een pakket maatregelen moeten creëren om tegen dit soort mensen adequaat te kunnen optreden. Maar even echt voor de goede orde. Betekent dat dan ook dat er een grondwetswijziging moet komen? De grondwet die houdt onder andere in dat er recht is van vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Ja. Wij beschermen de mensenrechten. We hebben allerlei rechten hebben we vastgelegd. Maar rechten vastleggen is niet genoeg. Je moet ze ook verdedigen. En dat betekent dat als de mensen echt daartegen optreden en uiteindelijk voor de samenleving een bedreiging gaan vormen, dat je dan actief je teweerstelt tegen dit soort mensen. Ja, ik begrijp wat u zegt. Maar mijn vraag is, wat is de consequentie? Moet de grondwet daar dus voor veranderd worden? Nee, ik vind juist dat je de grondwettelijke vrijheden, dat je die beschermt als je adequaat tegen mensen optreedt die grondwet bedreigen. Goed, dank voor de komst. Graag gedaan.